Yes, weer een helm in de collectie. Weet jij welke deze is? Lucky Skywalker. Lucky Skywalker, dat zou een goede naam zijn, mama. Hij heet eigenlijk Luke Skywalker. Maar Lucky Skywalker, die houden we erin, die vind ik leuk. Ik had al de Mandalorian. En Darth Vader. En ik had de Darth Vader, ja. Ik vind die het mooiste eigenlijk. En die het mooiste, ja? Die heeft wel een hoofdrol een beetje, vind ik. Die heeft wel een hoofdrol, maar deze heeft ook een hele goede hoofdrol. Lucky Vader. Lucky Skywalker. Lucky Skywalker, dat is dus heel leuk. Ik had eigenlijk met de voorflip, konden mensen kiezen, hè. Zal ik deze doen? Lucky Skywalker. Of Boba Fett, dus die groene, die lekker hebben bewezen. Had iedereen gestemd, oh, doe die groene. En dan heb ik toch deze gedaan. Dus wow. Eigenlijk, nou weet je waarom? Hier in Zabobbel, bij de, ja, zorg voor het geluid, de buren zijn de tuin aan het maken. Dus ze zijn tegen zo'n slijpen en zo. Dus ja, maakt niet uit, we praten er gewoon doorheen. Hier in Zabobbel, in de speeltwinkel, stond deze te koop voor 40 euro. En hij is eigenlijk veel duurder, dan hadden ze zich vergist. Dus ik denk van, die neem ik mooi mee. Dan bespaar ik een paar tientjes. En dan heb ik hem voor een mooi prijsje. Wat gaan we vandaag allemaal doen? Unboxen en in elkaar zetten? We gaan deze unboxen en misschien gaan we hem ook in elkaar. Dat is een apart filmpje. Ja. Dus we gaan unboxen. Let's. Luke Skywalker is voor een film, hè? Met die Death Star, nee, hoe heet die? Kompelen. Nee, met die vliegtuigjes, dat die diorama. Nee. Daar zit hij ook in. Ja, Luke Claudius speelt ook wel heel snel. Als we gaan hem openmaken. Let's go! Heb je hier nog wat foto's van uit de film? Weer zo'n doos, hè? Dat die klikken. Doos die moet je stuk maken. Maar dat is eigenlijk altijd wel bij Lego. Ja, nee, sommige kun je open zijn heel voorzichtig. Met deze moet je al stuk maken. Maar ja, maak jij goed heel voorzichtig. Dus eens kijken wat erin zit. Heel veel zakjes. Het zijn trouwens. Het zijn. Het is een 18 plus doos. Het is nummer 75327. En er zijn 675 stukjes. Dan heb ik een kleine hemd. Dit is wat ik heb gevonden. Hé. Hey. Wat moet je dan niet mee zien? Dat is zakje 1. En gelukkig zit erin. Klikje bij. Separator. Die zit er eigenlijk altijd al bij Lego, bij de alle soorten Lego. Ook bij het meisjes Lego. Zakje 2. Heb jij meisjes Lego? Ja. Lego Friends. Wat Star Wars? Nee, niet op Star Wars, maar 3. Zakje 3. Oh, kijk, hier zit die voele helm, die bril bij. Ja. Rare touwdingetjes. Dat is denk ik voor. Ja, ik denk die helm, zie je dat? Die zit hiernaast. Als je goed kijkt, zie je hem zo. Dat zijn deze dus. Vormdingetjes. Zakje. 4. En? En instructie. Een stickerboek. Oh, ik dacht sticker. Stickertjes. Leuk. Ik vind het toch wel grappig hoe je dan al die steentjes precies maakt zodat je zo'n helm krijgt. Ja, heel grappig gemaakt, hè. Het boekje. En nog een touw. Reserve, ik heb er maar 2 nodig. En een boekje. Zou je even kijken wat er in het boekje zit? Ja. Zit die leeg? Hij is leeg. Leeg. Nou. Niet verrassend. Hij lijkt op deze natuurlijk. Want dat is Lucky Skywalker. Ja. Nee, Lucky. Kijk, deze bedoel ik. Die Death Trench. Death Star Trench. Die was daar nog mee. In ieder geval die scène dat je door die ruimteschip heen vliegt en tot die achterna wordt gezeten. Van mijn vorige filmpje, die staat boven. Boven in het ietsje. Ja. Maar kijk, dat is deze. Deze scène is dat. Hij vliegt altijd in een X-wing. Dat is een. Dat zijn de vliegtuigen van. Ja, waar Luke Skywalker, ja. In het vliegt, Luke Skywalker. Luke. Loek. Zullen we gewoon Loek noemen? Ja. Okay. Oh, jij begint al gelijk met de auto. Jens Kronvold Frederiksen. Ja. Dat denk ik een Deen. Die heeft hem ontworpen. Die werkt bij Lego. Oh ja, ik heb nog een goede tip als je heel veel van Lego houdt en jou van televisie kijken. Komt er een nieuwe, het is volgens mij al begonnen, maar
Er zijn nieuwe afleveringen, een nieuw seizoen van Lego Masters. Oh, nou. Dus dat is heel ik leuk. Heb een Lego familie. Dat is heel leuk. En dan moeten ze allemaal opdrachten doen. En dan moet je precies zo, moet je hem helemaal, bijvoorbeeld een piratenschip, moet je dan maken. Ja, oké. Okay. Dus dan moesten iets maken wat hun bezighoudt. En dat was heel leuk. Dat was hem. Nou, er zit, normaal zitten altijd wat extra foto's in of informatie, maar deze eigenlijk heel weinig. Geen maar je zit ook hier foto's. Ja, die hebben we al gezien toch? Maar zat dat ook op die andere dozen? Ja. Ja, bij andere dozen zitten wel meer boeken, maar maakt niet uit. Dus dit is ook een iets kleiner boekje vergeleken met de andere. Ja, dat is een kleiner boekje, een kleiner helm, kleinere doos, alles is iets kleiner. Maar toch super leuk. Ja. We gaan binnenkort beginnen met unboxen. We gaan hem nou even inpakken. En tot de volgende keer. Doei! Oh, we zijn één ding vergeten. Dankjewel Jens voor het ontwerpen. Ja. Dankjewel Jens. Dankjewel. Zet jij mij uit? Oh, wacht! Komt. Dan knip ik eruit. Ben ik eruit. Ik zit al op de 214 abonnees. Voor het eind van het jaar wil ik eigenlijk op de 1000 zitten. Ik denk dat het moeilijk gaat worden. Maar ik ga het wel proberen. Ja. Dus vind je deze films leuk? Hou je van unboxen? Hou je van Star Wars? Hou je van Lego? Liken en abonneren. Ja. Tot de volgende keer. Doei. Doei.